Bij de Jumbo in Beuningen kunnen vanaf woensdag voetbalplaatjes van de Beuningse Boys gespaard worden. En dit is geen kleine actie. Maar liefst 1100 leden zijn op de foto gegaan en zijn dus te bemachtigen bij de plaatselijke supermarkt. Charlotte McLean nam vorig jaar samen met haar man de Jumbo in Beuningen over. Het stel is ook de eigenaar van de Jumbo-winkels in Elst. Om een beetje te integreren in Beuningen kwamen ze met dit initiatief. Wij zijn hier 20 november in Beuningen, hebben deze winkel overgenomen. En wij zijn heel snel in contact gekomen met heel veel mensen hier uit Beuningen. En we dachten echt van hoe kunnen we nou op een leuke manier nog beter een beetje integreren. En de Beuningse Boys is een enorme grote voetbalclub hier. Dus wij hebben dus eigenlijk die actie opgezet om plaatjes te gaan sparen samen met de Beuningse Boys. Ondanks het regenachtige weer staan er kinderen buiten te wachten. Zij willen maar al te graag de plaatjes van anderen overnemen. Om te sparen en het komt en omdat ik er zelf ook in sta. En heb je jezelf al gekregen? Nee, nog niet. Maar ik ga er wel voor sparen. Voor de voetbalplaatjes. Van Beuningse Boys. En waarom vinden jullie dat zo leuk? Omdat we er zelf ook in staan. Ja, we staan er ook zelf in en voor in ons boek. En we voetballen zelf ook. Dus ja, heel leuk. Hebben jullie jezelf al weten te bemachtigen? Nee, nog niet. Ik heb wel mijn vriendin. Het lijkt erop dat niemand mij nog heeft. Ja.